Sidorčuk sinds zijn komst vast in de ploeg. Dus kijken hoe het verloopt met Madsen. Daar komt Westerlo met Jo. Madsen is mee. Bal gaat naar Dachi. Mooie aanname. Mooie trap. En de 1-0 voor KVC Westerlo. Nou, je hoeft de bal niet altijd te hebben om gevaarlijk te zijn. Dat heeft Westerlo vorig seizoen heel vaak bewezen. Ze kwamen er goed uit. Een goalgetter. Prachtig balletje van Griffin Jo. En die controle met links. En dan trappen met links ook. Jo. 1 op 1 met Machida. Die is hij kwijt. En dan moest hij een beetje... De tweede hoekschop voor Union komt eraan. Cameron Puertas. Het hoofd van Bayram. Lapoussin. Ja, uitnodigende bal. Een prachtige trap. Union gelijk na 33 minuten. Hij kreeg te veel tijd. Loïc Lapoussin. En deed er wel iets heel moois mee. We kunnen opnieuw beginnen. Weggekopt door Bayram. Ja, niemand oog voor Lapoussin. En die bal goed klaarlegt. Dit is een uitnodiging om te trappen. Lekker bal. Houdt hem goed laag. Bol had er nog wel even bij, maar niet genoeg. De eerste corner van de tweede helft is voor Union. Puertas kort met Rasmussen. En daar de kopbal. Van wie anders dan Rasmussen. Van Houten infiltreert. Maar krijgt er ook niet echt een voorzet uit. Castro Montes, wel de bal voor het doel nu, verlengd door Berdikinzi en binnengekopt door Dennis Eckert Ayensa. Union zet orde op zaken van 1-0 achter naar 1-2 voor, 11e minuut van de tweede helft. En daar is nog eens een goal. Pijl aan het seizoen begon met 5 goals in 6 wedstrijden. Dit is zijn eerste sinds zijn blessure. Helemaal alleen. Voorbij Bayram. Machida. Goede wedstrijd gespeeld. Lapoussin wel voorbij Bayram. En dan zijn ze met veel. En voorkomt de doelhout. En Bollat. De doodsteek voor Westerlo. En dan moest hij heel snel weer overeind. Goeie actie van Lapoussin. Deze mag er wel in. Eigenlijk mag de doelman hier geen kans meer hebben. Lapoussin. Amoura. En de wedstrijd beslissen. Maar ze hebben dat tot nog toe nagelaten. Madsen. Opgejaagd door Puertas. Amoura. Oog in oog met Bollat. En hij maakt het wel af. En dat is dan het einde van de wedstrijd. 3 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Goed stoorwerk van Union. Hij is ook heel koelbloedig voor de goal. Nou, Madsen neemt die bal te lang bij. Puertas, Amoura en dan Kabangu met de assist. Amoura met al zijn 6e goal in de Belgische competitie in 8 wedstrijden. 3 van die 6 maakt hij als invaller. Niklas Madsen met wat de laatste trap in de wedstrijd zou kunnen zijn. Vazen. Afgeblokt. En dan Reynolds met zijn minder goede voet. En de counter die hoeft niet meer. Tot ontgoocheling